Robin heeft een heel makkelijk karakter. Ook voor het ongeluk. Een heel makkelijk kind. Dat is een klein beetje zijn redding. Nu, denk ik. Toen Robin 11 was, is hij aangereden door een motor. En hij heeft 9 weken op de IC gelegen in het Sophia Kinderziekenhuis. Nou, ga je zelf drukken? We weten nu dat hij alles begrijpt. We waren bij de logopediste. En ze zegt, wat heb je nog nodig? Ik zeg, ik wil heel graag een manier zoeken waarop hij weer kan gamen. Ze zegt, ik heb iemand voor jou. Dus we zijn bij Ruud terechtgekomen. En toen is alles gaan rollen. Toen kwamen we met knoppen ook voor het gamen. Die knoppen die zitten op een speciale controller aangesloten. En op die manier spelen we games. Goed zo. En die knoppen gebruiken we ook voor de muziek te maken. Gaan we, jongen? Goed. Wat je mist is toch dat praten. En het is al heel fijn om te weten dat hij het begrijpt en dat het echt wel gewoon zijn antwoorden zijn. Maar dan blijf je aan nee vragen. Hey! Oh, dan moet je hem zo houden. Ja, dan moet je hem zo houden. In het volgende nummer is Robin in zijn eentje een heel koor. Ja, in zijn eentje. Hij heeft nu een aantal keer gedaan zo'n optreden. Je ziet dat het hem interesseert, dat hij het allemaal wil meemaken. Gewoon op de manier hoe hij ook probeert mee te doen en zich in te zetten. Hij gaat aan, zeg maar. Ja, hij gaat dat. Heel veel mensen zeggen ook, wat jullie doen zou ik nooit kunnen. Ik wist ook van tevoren niet dat ik dit zou kunnen. Maar ik bedoel, het is je kind. Je gaat gewoon. Voor ons gevoel heeft dit gewoon helemaal geaccepteerd wat er gebeurd is. Op een gegeven moment is hij naar een metielschool gegaan. En toen vroegen we ook van, wat vind je nu leuker? Je oude school waar je eerst zat of deze? Nou, dat was deze school waar hij nu op zit. We vragen heel regelmatig of hij nog gelukkig is. En hij zegt altijd ja.